Innoveren in de netwerksamenleving, dat blijkt lastig te zijn. Hoe kun je nadenken over vernieuwing, maar hoe kun je ook nadenken over stabiliteit in de netwerksamenleving? Wat is er aan het veranderen en hoe gaan we daarmee om? Mijn naam is Kees Dorst. Ik heb een achtergrond, zoals al gezegd, in industrieel ontwerp en in filosofie. Tussen die twee vakgebieden is een soort van moeras en dat probeer ik te vullen met boeken. We gaan het nu vooral over de laatste drie boeken uit deze reeks hebben. Mijn andere baan is dat ik voor de VN bezig ben met de Sustainable Development Goals. We zijn bezig om de UN Development Program, de grote organisatie achter de Sustainable Development Goals, om te vormen naar 170 platforms in 170 landen. Om maatschappijen te ondersteunen, lokale maatschappijen te ondersteunen, om de Sustainable Development Goals te halen. En een van de redenen dat ik erg geïnteresseerd ben om hier te zijn, is dat wat er hier gebeurt lijkt wel op zo'n soort van platform wat we ook voor de VN zouden willen maken. Dus we zijn ontzettend geïnteresseerd in het reilen en zeilen van de wereld hier in Sittard. Ook om ervan te leren en het te kunnen opschalen naar platformen in andere plekken in de wereld. We hebben het idee dat het moeilijk is, we hebben het idee dat we op andere manieren moeten innoveren, maar waarom is dat nou eigenlijk? We leven in een complexe, genetwerkte samenleving. De problemen waar al onze organisaties mee te maken hebben, zijn nu meer open, complex, dynamisch en genetwerkt dan ooit. En daar zijn onze organisaties niet op gemaakt. Een open probleem betekent dat er niet echt grenzen zijn. Wat is er context, wat is probleem? Dat kan zelfs ook verschuiven in de loop van de tijd. Complexiteit betekent dat er heel veel elementen zijn en heel veel relaties tussen elementen. Daar zijn we aan gewend. Maar er zijn nu ook heel veel relaties tussen de relaties. Afhankelijkheden. Zodra je ergens aan een probleem gaat werken, begint alles te bewegen. Want het zit allemaal aan elkaar vast. Problemen zijn nu ook dynamisch. Dat betekent dat je niet tegen de wereld kunt zeggen van als iedereen in Sittard nu even zijn adem inhoudt voor iets van een half jaar of zo. Dan hebben wij daarna een oplossing bedacht en die gaan we daarna implementeren. Zo werkt het niet. De context verandert zo snel dat je in contact met de context over het probleem moet nadenken. En problemen zijn genetwerkt over organisaties heen. Dus zowel problemen als oplossingen zijn genetwerkt. Als de problemen waar je mee te maken hebt meer open, complex, dynamisch en genetwerkt zijn, zul je als organisatie uiteindelijk zelf ook open, complex, dynamisch en genetwerkt moeten worden. We hebben alle goede dingen genetwerkt, maar ook alle slechte dingen. Dus alle problemen zijn nu ook genetwerkt. En dat betekent, aan de ene kant voelen we ons heel dynamisch en high-tech. Aan de andere kant, omdat alles zo ontzettend aan elkaar vastzit, wordt innovatie eigenlijk lastiger. En waar zie je dat aan? Dat zie je echt werkelijk aan alles. Als je met deze blik de wereld inkijkt, dit is de politie in Sydney, die bezig zijn om een probleempje op te lossen. Pratende met de chief of police hier, die zegt van, een van de dingen is van, er gebeurt iets op straat. Politie wordt er naartoe gestuurd, die moet ingrijpen, dat doen ze. Maar zodra ze ook maar iets doen, staan de 12 mensen met hun iPhone, staan alles te filmen wat er gebeurt. Maar hij zegt, het grootste probleem wat we hebben is dat er vervolgens een idioot achter een bureau zit op het ministerie van Justitie. Die zegt, dit mag nooit meer gebeuren. Dit is wat je heel veel ziet bij organisaties. De wereld om organisaties heen begint steeds meer fluide te worden, steeds meer te bewegen, steeds complexer te worden. En wat doen organisaties als een reactie daarop? Worden ze juist statischer. Organisaties zijn al heel lang op zoek. Dit speelt over de afgelopen 20 jaar. En een van de velden waar ze naar zijn gaan kijken is het ontwerpveld. Een van de dingen die mij daarbij opviel was dat ontwerpers ongelooflijk veel tijd besteden aan het probleem. En eigenlijk maar heel weinig tijd besteden aan het bedenken van oplossingen. Waar ontwerpers bekend om staan is natuurlijk die goede oplossingen. Maar als je kijkt wat ze eigenlijk doen, dan zijn ze 70-80% van de tijd bezig met naar het probleem te kijken. Want op het moment dat je een nieuwe originele benadering van een probleem hebt, volgt de oplossing er nog meer vanzelf. Nou, een nieuwe benadering van een probleem is een frame. Ik ben dus erg gefascineerd geraakt door, hoe gaan ontwerpers, hoe zijn ze in staat om keer op keer op keer nieuwe benaderingen van problemen te maken. Dit is King's Cross in Sydney. King's Cross is een uitgaansgebied waar op een soort van goede vrijdag of zaterdagavond iets van 30.000 jongeren een leuke tijd willen hebben. Er gaan veel dingen mis. Er is geweld, er is heel veel alcohol. Dingen lopen uit de hand in King's Cross. En iedere keer als er weer een incident is, dan wordt er weer meer blauw op straat en meer blauw op straat en meer blauw op straat. En het blijkt helemaal niets uit te maken. Je ziet van, hier is dus echt een andere benadering nodig, want de bekende partijen die erbij betrokken zijn, hebben al helemaal hun best gedaan en zijn tot een bepaald punt gekomen. Maar nu, hoe kom je verder? Hoe kun je er anders over nadenken? Een van de redenen dat de aanpak van de politie niet werkt, de politie wil in feite boeven vangen.
Er zijn helemaal geen boeven. Dat begint eigenlijk met de realisering dat het geen misdaadprobleem is. Is er een andere manier van kijken waar we dit mee kunnen vergelijken, om het te reframen, om er op een andere manier oplossingen te gaan bedenken? Een van de frames waarop uitkwamen van wacht eventjes, 30.000 jongeren die een leuke tijd willen hebben, dat is eigenlijk vergelijkbaar met een muziekfestival. Interessant ook, op het moment dat je zo'n metafoor frame van een muziekfestival pakt, krijg je er ook een heel vakgebied bij, namelijk event design. Uiteindelijk is vanuit dit ene frame, die ene gedachte van laten we er nou niet naartoe kijken alsof het een crime probleem is, alcoholgerelateerd geweld is zoals het altijd genoemd werd, maar laten we kijken naar als het nou eens een muziekfestival zou zijn, wat zou je dan doen? Het is geen muziekfestival, maar wat zou je doen als? Kwamen 35 verschillende oplossingsrichtingen uit die allemaal uitgevoerd zijn. En dat is het leuke van een reframe. Het wordt dan ook moeilijk om het dan weer opnieuw als een misdaadprobleem te zien. Als je eenmaal die andere benadering gezien hebt, is het moeilijk om daar weer van weg te denken. Dus je gaat terug naar waardeniveau. En vanuit het waardeniveau ga je weer opnieuw kijken van wat is er dan eigenlijk allemaal mogelijk. Er is heel veel aan de gang op dit moment op het gebied van nighttime economy. En het komt allemaal vanuit hetzelfde soort. Laten we hier eens anders naar kijken. We maken steden voor gebruik gedurende de dag. 'S nachts, 's avonds is het gebruik heel anders. Hoe zorgen we dat dat in goede banen geleid wordt? We hebben een aantal dingen fout gedaan in King's Cross. Een van de dingen die we fout gedaan hebben als ontwerpers, was te denken van weet je wat, we gaan zo'n elegante oplossing bedenken, dan volgt de context vanzelf wel. Dit verhaal gaat over complexiteit. Vergeet oplossingen. We gaan het niet oplossen. Er is niet één simpel dingetje wat je kunt maken waardoor alles verandert. Zo werkt het niet. Zoals we onze organisaties hebben ingericht, dat zijn een soort van probleemoplosmachines. Als je dit serieus neemt, gaat het helemaal niet meer over problemen oplossen, maar gaat het over het beïnvloeden van het hele complexe veld. Je hebt niet meer een project met een beginpunt en een duidelijk eindpunt met een soort van juichmoment van kijk eens, we hebben het helemaal opgelost en het is nu allemaal voorbij en enzovoort enzovoort. Nee, waar je in zit zijn langere trajecten om te zorgen dat het systeem geleidelijk aan verandert. Een soort labs in zekere zin. Maar projecten op zich veranderen dus de wereld niet. En dat is een beetje een slecht nieuwsgesprek voor veel mensen die de neiging hebben om innovatie met we doen een project te associëren. Zo werkt innovatie niet. Maar hoe werkt innovatie dan wel? Wat doe je normaal? Je doet een project als ontwerper. Je gaat King's Cross een project doen, daar ga je op reflecteren, daar komen inzichten uit. Je gaat nieuwe experimenten bedenken en je gaat zo rond. Een soort van leercyclus. En dit is wat we zeker eindeloos moeten doen. Maar dat is niet datgene wat je wil. Die projecten hebben maar een beperkte invloed. Wat je wil, is je wil dat de praktijk en de manier waarop een organisatie werkt gaan veranderen. Je wilt dat de strategie verandert. Zo nodig de structuur van de organisatie verandert. En wellicht de structuur van een hele sector. De strategie wordt over het algemeen top-down bepaald. Je probeert tegen de stroom op, met al je ideeën en al je inzichten, een organisatie te veranderen. Een sector of een organisatie die verhoudt zich tot wat ze zien als hun relatieve veld. Je gebruikt de inzichten die uit de projecten komen om hier een ander verhaal te gaan vertellen. En dat is een soort van beweging die we in gang moeten zien te krijgen. Hoe kunnen we de juiste verhalen vertellen aan organisaties over waar hun omgeving over gaat in de toekomst? En hoe kunnen we zorgen dat ze zich daar tijdig aan gaan aanpassen? En dat is dus een systeemvraag. Van hoe kunnen we in een organisatie een lerend systeem maken waardoor het bottom-up en het top-down allebei gevoed worden en gewoon bij elkaar kunnen komen? Dat is wat we een innovatie-ecosysteem noemen, waarbij in initiatieven, nieuwe ideeën, als een soort van estafette-race door organisaties heen moeten worden doorgegeven. Waarin mensen net even iets meer verantwoordelijkheid nemen, het idee beetpakken, doen wat ze moeten doen en vervolgens het idee weer doorgeven in een heel informeel, maar heel sterk netwerk. En dit is in zekere zin ook hoe we nu naar organisaties moeten kijken. Als je het hebt over zo'n innovatie-ecosysteem, we kijken naar organisaties vaak uit structuren of uit processen of uit matrixen, dat soort zaken. Dat zijn allemaal abstracties. Maar ik vind het veel interessanter om te kijken naar wat zijn nou de dingen die echt in een organisatie gebeuren. Want een probleem komt binnen op actieniveau en je wil dan een reactie hebben. Er moet iets gebeuren, oh dan moeten we nu dit doen. En je stelt de methode vaak niet eens ter discussie, laat staan dat je helemaal naar de top doorgaat. Maar het na kunnen denken over waarde, als je het hebt over we willen innoveren, we willen echt dingen anders gaan doen, zul je wel degelijk, net zo in het King's Cross voorbeeld,
terug moeten naar waarde, omdat je vanuit waarde weer opnieuw kunt kijken wat zijn nou eigenlijk de mogelijkheden. Je krijgt dus een heel ander speelveld om naar organisaties te kijken. Als je kijkt naar die practices, hoe gaan wij eigenlijk met nieuwheid om? Hoe gaan we eigenlijk met complexiteit om? Zo'n andere manier van kijken naar organisaties geeft een veel flexibeler beeld. En dat is precies wat we nodig hebben. Want we hebben een specifiek probleem in de maatschappij op dit moment. We hebben de overheid die geeft geld aan de publieke sector om voor de maatschappij te zorgen. Alleen wil de overheid niet al te veel geld aan de publieke sector geven. Dus de overheid zegt van, laten we ook geld aan de private sector geven, want die doen het beter. Ik ben ooit Obama-adviseur geweest. Dus een van de problemen bij Obamacare was dat de private health insurers die konden de leuke risico's uitzoeken. En Obamacare zelf kreeg alle zware risico's. Dat is trouwens niet het standaard idee achter een verzekering, eerlijk gezegd. Dan zegt de overheid nu, ja, de burger moet meer doen. Want de burger kan veel. We zijn hoog opgeleid en we kunnen ons best wat beter organiseren. Dus laten we de burger zorgen dat de burger meer doet. Waar het eigenlijk over gaat is dat al deze partijen moeten samenkomen in een soort van maatschappelijk middenveld. Waarbij ze allemaal moeten veranderen. In de zin van, de overheid moet wat minder georganiseerd zijn. De burger moet wat meer georganiseerd zijn. De private sector moet wat meer verantwoordelijkheid nemen voor het algemene goed. En de publieke sector moet actiever worden in een soort van regisseursrol of initiatorrol in dat maatschappelijke middenveld. Wat je uiteindelijk moet proberen te bereiken is echt een samenleving waarin al deze dingen gaan samenvloeien. Dan gebruik je gewoon alles wat je in huis hebt als maatschappij om die grote problemen op te lossen. Je kunt er een paar dingen over zeggen. Eentje daarvan is dat het een soort van netwerken zijn, maar het zijn geen netwerken van partijen die niet veranderen. Het zijn netwerken van partijen die allemaal aan het leren zijn. En het zijn netwerken die heel flexibel moeten kunnen zijn. En hoe maak je een flexibel netwerk? Nou, niet door een soort van tweedimensionaal transacties tussen partijen te maken, maar door gedeelde onderliggende waarden te hebben. Vervolgens kun je zeggen, oké, als je zo'n netwerk in de lucht wil hebben, zo'n ecosysteem, ja, je moet kunnen kijken, je moet kunnen initiëren, je moet kunnen reflecteren. Er zijn een aantal dingen die je nodig hebt om als een soort van levend mechanisme te kunnen functioneren. Dus al deze functies moeten op de een of andere manier in zo'n netwerk ondersteund worden, in zo'n ecosysteem ondersteund worden. Of in een lab ondersteund worden. Het gaat heel erg sterk over hoe krijg je een lerende samenleving. Hoe leer je van elkaar, maar hoe leer je jezelf naar oplossingen toe. En hoe doe je dat? Ja, je hebt ervaringen, daar reflecteer je op. Daar reflecteer je op een manier die het ook als les transporteerbaar maakt. Daardoor ga je weer nieuwe experimenten opzetten en dan krijg je weer nieuwe ervaringen en zo ga je door. En dat gaat dus over de intrinsieke motivatie, niet zozeer over de extrinsieke motivatie. Dat helpt niet als je mensen meer geld geeft of minder geld geeft of wat dan ook. Wat wel helpt is nadenken over wat is nou eigenlijk belangrijk? Wat is nou eigenlijk betekenisvol voor deze mensen? 15 elementen van intrinsieke motivatie. Als je erover nadenkt, van ja, wacht eventjes, als je mensen iets kunt laten doen wat ook een soort van schoonheid heeft, beauty, ja, dat is belangrijk. Daar zou ik heel erg tevreden over kunnen zijn. Of dingen die heel erg sterk op een waarde als rechtvaardigheid zitten. Ja, rechtvaardigheid is een belangrijke drijver. Oké, laten we daar dan op inzetten. Hoe gaan we dit eigenlijk doen? Want zoals ik al zei, we hebben in zekere zin geen keus. De oude organisatievormen die we hebben voldoen niet voor de flexibiliteit die er nodig is. We moeten naar een flexibeler manier van werken toe. Dit is waarop we dat tot nu toe hebben gedaan, op een hele informele manier. Hoe krijgen we dat sterker in organisaties ingebakken? Wat voor soort leiderschap is dit? Je moet eigenlijk mensen ondersteunen om deze dingen te doen. Kunnen we zorgen, vanuit een leiderschapspositie, dat dit soort netwerken bestaan, dat ze gevoed worden, dat ze niet alleen ontstaan aan de hand van een idee, maar dat ze ook blijven bestaan? Hoe doe je onderhoud aan een netwerk, is een belangrijke vraag. Dus er zijn organisaties die al heel sterk op zo'n soort van ecosysteemachtige manier aan de gang zijn. Ik denk dat het heel belangrijk is om daarvan te leren. Ook voor andere organisaties die er tot nu toe misschien nog niet zo mee in aanraking zijn gekomen. Maar het is wel het nieuwe spel dat we moeten leren te spelen. Dank u wel.